Maar waarom zo lang? Hoe lang hebben we je nou niet gezien? 4 jaar en 3 maanden. Was dat nou echt nodig? Ik had het nodig. Ik wilde even helemaal niets met jullie te maken hebben. Even? Jullie lieten ook niets horen. En toen dacht ik, nou, dan doe ik het ook niet. Ja, misschien kinderachtig. Maar ik heb wel vaak aan jullie gedacht, hoe het hier ging en zo. Hij heeft het ook over jou gehad. Ja, dat het allemaal zo zonde was, zeker. Iemand met mijn briljant stel hersens. Hij heeft het gewoon nooit begrepen. En toch denk ik dat hij je gemist heeft. Maar wat miste die? Mij of het instituut oudste zoon? De stamhouder. Nou, dan niet. Maar ik heb je gemist. Gewoon een broer. Mijn broer. Ik vind je een zak dat je nooit iets van je hebt laten horen. Weet je dat hij incontinent was het laatste jaar? Hoe kan dat nou? We zouden volgende week naar Egypte gaan. Ja. Er is wel meer dat jij niet weet. Hoe? Oh, sinds gistermiddag niet geslapen, niet gegeten. Hele nacht doorgereden, maar verder gaat het prima. Hoe lang is het rijden? Met mijn auto, 15 uur. Nou, kom op, we gaan naar huis. Hoi? Ja, ik kom zo. Oké, tot zo dan. Ja. Tot zo. Lukt het niet? Het is altijd wat met dat ding. Maar volgende week gaat hij eruit. Wil je een lift? Ja, ja, doe ik maar. Ik krijg hier dus echt een heel slecht humeur van. Nou, dat is lang geleden dat ik in zo'n ding gezeten heb. Koekblikkie. Maar hij start wel. Goh, jeugdsentiment. Ja. Doe jij je gordel niet om? Voor een kleine stukje? Het is toch één grote airbag, zo'n auto? Hoe is het nou, daar in Frankrijk? Vredig. Vredig? Ja. Ja. Je zou bijvoorbeeld eens een keertje langs kunnen komen. Ja. Kom op dan, waar wachten we op? Tyfuslichten. Sven gaat echt niet weg nu. Nou, dat weet ik nog niet. En als hij niet thuis is, dan... Ja? Ik gooi een brandbom bij dat wijf door de brievenbus. Weet je wie het is dan? Nee. Maar daar kom ik al achter.
iets rustiger. Ik ben rustig. En als ik nu 100 rijd, dan haal ik het volgende stoplicht. Oh. Ja. Let op, het springt zo op groen. Misschien hebben ze het systeem veranderd. Nee, ik heb te hard gereden. Kijk nou toch, weer niemand. Te veel regels in Nederland. Ontspan. Het kost toch extra benzine ook. Nu lukt het. Wat zijn dit nou? Mijn raapjes. Dennavet. Hoe bouw je die? Onder andere. Verdient het nou een beetje, dat bioboeren? Ach, dat gaat net. En jij met die computers? Ja, dat gaat net. Nou, ik hoef wel eigenlijk niet meer te werken. Oh? Rood, hoor. Hey, het springt zo op groen. Maar er is toch geen verkeer. Nou, kom op dan. Je moet er maar een beetje letten op, mama. Het is nogal in de war. Kom op, zeg. Dat kan nog wel. Deze kan niet open. Even meehelpen, even meneer vastpakken en dan probeer ik het been even eruit te krijgen. Dan we de been kunnen strekken. Sandra en Manouk liepen ernstige verwondingen aan hun gezicht op. Het is nog maar de vraag of dit door middel van plastische chirurgie kan worden verholpen. Bij Sandra constateerde men een schedelbasisfractuur en een gebroken neus. Bij Manouk een verbrijzelde oogkas, gebroken ribben en een zware hersenschudding. Hadden ze een gordel gedragen, dan was het ongetwijfeld minder ernstig afgelopen. Maar Manouk reed vooral veel te hard. Voor Frans liep het ook ernstig af. Kneuzingen over zijn hele lichaam, een gebroken been en een heupfractuur. Hij kan pas over 4 maanden weer aan lopen gaan denken. Jacob raakte licht gewond. Maar hij moest wel langer in Nederland blijven dan dat hij eigenlijk van plan was. Pas 14 dagen na dit ongeluk kon hij weer terug naar Frankrijk. Met de trein. Weet je dat hij incontinent was het laatste jaar? Hoe kan dat nou? We zouden volgende week naar Egypte gaan. Ja. Er is wel meer dat jij niet weet. Moe? Oh, sinds gistermiddag niet geslapen, niet gegeten. Hele nacht doorgereden, maar verder gaat het prima. Hoe lang is het rijden? Met mijn auto, 15 uur. Nou, kom op, we gaan naar huis. Hoi? Ja, ik kom zo. Oké, tot zo dan. Ja. Tot zo. Lukt het niet? Het is altijd wat met dat ding. Maar volgende week gaat hij eruit.
Wil je een lift? Ja. Ja, doe ook maar. Ik krijg hier dus echt een heel slecht humeur van. Nou, dat is lang geleden dat ik in zo'n ding gezeten heb. Koekblikkie. Maar hij start wel. Goh, jeugdsentiment. Ja. Doe jij je gordel niet om? Voor een kleine stukje? Het is toch één grote airbag, zo'n auto? Sentiment. Ja. Doe jij je gordel niet om? Voor een kleine stukje? Het is toch één grote airbag, zo'n auto? Hoe is het nou? Daar in Frankrijk? Vredig. Vredig. Ja. Ja. Je zou bijvoorbeeld eens een keertje langs kunnen komen. Ja. Kom op dan, waar wachten we op? Tyfuslichten. Die Sven gaat echt niet weg nu. Nou, dat weet ik nog niet. En als hij niet thuis is, dan... Ja? Ik gooi een brandbom bij dat wijf door de brievenbus. Weet je wie het is dan? Nee. Maar daar kom ik wel achter. Hey, kan het iets rustiger? Ik ben rustig. En als ik nu 100 rijd, dan haal ik het volgende stoplicht. Oh. Ja. Let op, hij springt zo op groen. Misschien hebben ze het systeem veranderd. Nee, ik heb te hard gereden. Kijk nou toch, weer niemand. Te veel regels in Nederland. Ontspan. Het kost toch extra benzine ook. Nu lukt het. Wat zijn dit nou? Mijn raapjes. Dennaret. Hoe bouw je die? Onder andere. Verdient het nou een beetje, dat bioboeren? Ach, dat gaat net. En jij met die computers? Ja, dat gaat net. Nou, ik hoef wel eigenlijk niet meer te werken. Oh? Het blijft rood hoor. Het springt zo op groen. Maar er is toch geen verkeer.